De Bettelkerk op Urk was woensdagavond weer gevuld voor de 47e editie van Zingen in de Zomer. Het evenement trok zo'n 600 bezoekers. Dat de kerk niet tot de laatste stoel gevuld zat, heeft alles met het zomerse weer te maken, zegt voorzitter Jan de Boer. En nu is het weer een beetje... Ja, toch wel warm. Dus de kerk is heel warm. Nu heb je echt de echte liefhebbers komen vandaag. En die zit nu in de kerk. Ja, het Zingen in de Zomer mag weer na 3 jaar. Het is heel bijzonder. Het mag weer, ja. Daar zijn we heel, heel blij om. Het mooiste is als je zelf bij bent. We hebben 2 jaar natuurlijk, 2 jaar geleden hebben we het online gedaan. Toen stond de hele kerk vol met camera's. Dan mis je toch wat. Het is net zoals in een voetbalstadion. Als je thuis naar een voetbalwedstrijd kijkt waar geen publiek erbij zit, dan mis je de sfeer, dan mis je de beleving. Nou, dat is met de kerk is dat ook zo. Als je daar met z'n allen zit en je zingt er met z'n allen, ja, daar gaat wat vanuit. Dan word je opgetild. En als je ook de geestelijke liederen zingt te leren van onze God, nou, dan is dat dubbel genieten. Vanuit het hele land komen bezoekers naar Urk om hier te komen zingen. We hebben allebei nog gewerkt, dus we zijn uit werk gelijk doorgegaan. U komt uit Ridderkerk. Dit is de 3e keer dat u erbij bent. Maar wat maakt dit zo mooi? Waarom is dit het evenement om bij te zijn? Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Zo ervaren wij dat, ja. Dus de samen zijn en het orgel en het koor ook natuurlijk. Daar zijn we ook een favoriet van ons, zeg maar. Ja. We hebben het 2 jaar gemist. Om te zeggen, ja, nou kunnen we weer niet zingen, we kunnen niet naar Urk toe. Je mist gewoon iets. En vandaar dat we gezegd hebben, zo gauw als het weer open gaat, dan zijn we. De liederen worden deze avond gezongen door christelijk mannenkoor Solideo Gloria. Het koor bestaat 25 jaar en burgemeester Kees van den Bos pakte zijn moment om de 3 oprichters te feliciteren. Vanavond mag ik jullie alle 3 niet alleen met woorden bedanken, jullie krijgen ook een herinnering mee. En dat in de vorm van een speldje. De zangkunsten van het koor wordt niet alleen door Nederlanders gewaardeerd, maar ook door Oekraïners die naar de samenzang kwamen. De koor, they are very, very... professional and very nice listening they are singing. Ondanks dat ze van de samenzang genoten, gingen ze vanwege de hitte in de kerk eerder huiswaarts. Very hot inside hot. And it's too warm to stay there. Maybe next week we'll try again. Een Urker die naast de kerk woont had het goed bekeken. Hij volgde het evenement vanaf het stoepje voor zijn huis. Nou, dit is geweldig zo. Een beetje windje erbij. En dan hoef ik niet in die warme kerk. We kunnen die prima horen en verstaan. Dus wat willen we nog meer? Zingen in de Zomer gaat door tot en met eind augustus.